staan. Man van de dag tot dusver, Frederik Veugelen. Landgenoten doen het goed, tot zeer goed. En etappezegens 2 op 4. Hier begint de klim, net onder dat spandoek. Hier staat arrivé 3 kilometer. Hier rechtsop. Het is nog te vroeg om te gaan hier. Even wachten. En dan doen ze hier bij ons het licht uit. En gelukkig loopt dat weer aan. Een Richie Port zien we naar voren schuiven. En die was meteen wat ongerust. Waar zit mijn kopman? Wat onstuimig gedoe met de beelden. Veugelen in zijn laatste meters. In een lange vlucht. Fantastische prestatie geleverd. Indruk gemaakt. En Poort. Veugelen die zich echt heel goed aan de kant zet op rechts. Denk, zoom het maar uit. Wacht maar op mij straks wanneer ik eraan kom. Deveneens ook nog altijd mee op de voorposten. Hier iets haar haakt af. Moncoutier. Die gaat nog met een paar mannen oprollen. Daar wat verderop denk ik Gustav Larsson. Hier deze grote mens. Ja, onder de vijf. Dit is Veugelen hier rechts. Van daarboven voor Brajkovic en Kieserlowski. Kieserlowski opgelet, de tiende in het klassement. Hij zit daar al alleen. In tweede positie. Leipheimer in derde positie. Dat is een strak tempo hoor. Ja, dat is inderdaad strak tempo. Het tempo dat Richie Port daar oplegt. Dit is Brajkovic. Alles op Kieserlowski. Dat is ook logisch. In principe op papier, theorie, hij de kopman. Maar Kieserlowski, die heeft zich niet laten verrassen in de wires naar Orléans. Port met zijn hoogvorm. Port heeft het gedaan in de Algarve. Hè? Oh ja. Twee etappen winnen. Ook hij zou in principe mee moeten geweest zijn. Maar José heeft al dat gezegd. Er was als ik op. Onderbreking we zien toen, maar we zagen een manoeuvre van Wiggins. Port die maakte het tempo. Wiggins wist van ik moet aan dat wiel zitten. Dan heb ik natuurlijk teken de kant om en moeten daar zit goed. Thank you.
hoop dat het nu heel... Ik hoop dat het nu helemaal lukt, dames en heren. Een paar keren weg geweest, maar Poort maakt indruk door tempo te maken voor zijn kopman. Wiggins, de leider in het klassement. TJ van Garderen zit onmiddellijk in de buurt. Valverde zat wat verderop. Hier is Andreas Kleuden. Andermaal een bevestiging dat Kleuden nog niet helemaal soepel draait. Dat hij nog wat kracht tekort komt. Daar zit ook Lieve Westra die nog uitstekend meeklimt. En waar is Valverde? Ik denk ook wat verderop Montfort te bespeuren. Ook Veuclair hangt er achteraan nog aan. Chavanel krijgt het moeilijk. Chavanel, dat is de vierde in het klassement. Dat was een beetje te voorspellen dat hij wat te zwaar gebouwd is. En dat hij heel vaak een tik krijgt als het de steilberg oploopt. Dat was ook op de Van Toe al het geval. Dit is Igor Anton, de man die we nogthans konden verwachten met het oog op een etappezege. Ook hij nog niet goed genoeg zo vroeg op het seizoen. Maar die doet al lang niet meer mee voor het klassement. Maar belangrijk is dus Chavanel die naar mijn aanvoelen iets te snel sneuvelt. Dat is dus het gevolg van het werk van deze Poort. De man van de Ronde van Algarve. Westra doet dat uitstekend. Ja, Westra uitstekend. Lieve Leipheimer daar inderdaad ook heel goed. En net daarachter Valverde die zich ofwel een klein beetje weggestopt heeft. Ofwel inderdaad daar even iets te ver zat. Malacarne zien we afhaken, ook Luis Leon Sanchez zagen we afhaken. Ik dacht ook Menchoff herkend hebben. Dit is Luis Leon Sanchez, de winnaar van Parijs-Nice een jaar of drie geleden. Dus andermaal een bewijs dat hij dat kopmanschap bij Rabobank niet waard was voor hem uit te rijden. Perrault, ook hij net niet goed genoeg. We zien Bouwet ook nog door het beeld glippen. Dus zit daar ook nog Leipheimer achter Wiggins. Zit daar ook nog TJ van Garderen. Die vlot en soepel klimt. Valverde die voorlopig nog wacht, nemen we aan. Misschien hier op het kilometer van het einde zit hij gewoon zijn aanval wat aan te scherpen. Alsof hij zijn potlood wat slijpt. Veuclair loopt nog altijd mee. Opletten voor de aanval van achteruit. Montfort is er nog altijd bij. En dan krijgen we een tik van Janson. Janson die probeert een gaatje te slaan. En die staat ook behoorlijk in het klassement. En wie kan daarop reageren? Of komt het er vooral op aan om het tempo gewoon te behouden? Dat is wat Richie Poort doet. En dan zie je toch dat de Fransman die probeert ervan weg te rijden niet heel ver weg geraakt. Maar dat groepje is stevig uitgedund. Ja, stevig uitgedund. Dan op rechts denk ik nu toch Oeran die eraan komt. Terwijl we hier nog maar eens Veuclair in beeld krijgen. Die hebben we voorlopig niet nodig. En we daar, moeten daar vooraan zijn ergens. Maar we zijn dicht bij de top. Capecchi schuift op. Montfort krijgt het wat lastig. We zagen Capecchi opschuiven. Opletten toch. Het zal uiteindelijk vooral om de bonificatieseconden te doen zijn. Hè. We zien dat ook Oeran inderdaad nog naast Poort gaat schuiven. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat moet een voldoening zijn ook. Een stimulans voor Wiggins te voelen dat die mannen nog mee zijn. Hè. Ja, absoluut. Hè. Het wordt hier op het einde eigenlijk een klein beetje minder stijl. Poort daar voorlopig aan de kant. Dus Poort weg. Spilak is ook nog mee. Janson die als het ware zijn tweede adem vindt en die toch nog een sprintje eruit perst. Goed beseffend dat hij wat meer ruimte moet nemen in de wetenschap dat die grote kanonnen gaan komen. En dat doen ze ook. Daar komt Wiggins die zelf een aanval trekt. Leipheimer die meeglipt. Ik zie dat Westra om Koenigo moet dat hij dat ook doet. En dat ook Valverde goed mee opschuift. Dan zien we Spilak. Janson probeert nog mee in te schuiven. Veuclair kan niet meer mee. Veuclair hoeft Westra niet te zien. Daar gaat lieve Westra. Daar gaat lieve Westra en daar zit wel wat op. Westra staat zesde in het klassement op 18 seconden en die is in bloedvorm. Hier gaat lieve Westra. Als die goed getimed heeft, gaat hij hier een fantastische zaak doen. Hè? TJ van Garderen haakt af. Van Garderen, de derde in het klassement op 11 seconden, haakt af. En dat in het zicht van de laatste 500 meter. Is Westra niet een klein beetje te voorbarig geweest? Want ik zie ook Valverde zich klaarmaken. Hè? Dan zullen we met een hele goede sprint moeten komen, Michel. Niet te veel achterom kijken zou ik zeggen. Vooral naar het spandoek kijken. Hè. En hij gaat nog eens op de trappers lopen. Hij was er al een paar keer dichtbij. Me dunkt is deze Westra op weg naar een fantastische zege. En dat zou de tweede zijn voor Vacan Soleil DCM. En mogelijk doet hij ook een gooi naar geel. Dat kan hè. Gaat hier nog eens even zitten om bij te schakelen. Is nu van het zware stuk af. Nog eens omkijken. Wat blijft die ongerust. De man van de laagvlakte in Friesland. Maar ginds daar staan de autobussen. Daar staan de installaties van de televisie. Het is boektoe, het is Lieve Westra die hier iedereen galant
naar huis rijdt. De man die vorig jaar in de driedaagse de Pannenkoek zei net dat tikkeltje tekort kwam om eindwinnaar te worden toen Rosselaire uiteindelijk nog won, gaat hier een gooi doen naar de leidersplaats in Parijs-Nice. Kijk, Wiggins, maar krassen en krabben om dat verschil zo klein mogelijk te houden. En daar komt Lieve Wester aan met een fantastische zege. Blijven doorrijden, jongen, blijven doorrijden. Het kan op een seconde aankomen. Van Cansolet, DCM, dat wel, maar je kan ook leider worden. Hè? In elk geval 10 seconden bonificatie. En dan de sprint voor de tweede plaats. Die zou in principe naar Valverde moeten gaan. Die pakt hem ook voor Wiggins, die derde is. Dan Leipheimer en dan Spilak. Dus ze blijven in elk geval nog met een paar man dichtbij. Hier komt nu Koenig op boven en Janson.